Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Supercar Monday. We zijn vandaag op bezoek bij Maurice van Streetgasm en hij heeft een nieuwe auto gekocht. Maurice, een Ferrari. Dat moet toch een jongensdroom zijn? Ja, had je niet gedacht, hè? Nee, een paar jaar geleden reed ik jij in jouw Porsche 997 Turbo. Ja. En nu dan een Ferrari. Er zijn wat auto's tussendoor gekomen, daar gaan we het later nog maar even over hebben. Wat heb je hier aan gedaan? Want volgens mij is dit niet helemaal standaard meer. Nee, standaard is altijd maar zo standaard. Dus... We kennen jou een beetje uit de scene. Nee, ik had hem een dag en toen moest er eigenlijk gelijk een akrabenfiets onder. Dus er zit een volledig akrabenfiets systeem onder. En hij is ook verlaagd. Dus andere wieltjes komen nog. Er komt nog een repje op. Ja. En dan is hij wel af. Nou, je noemt jezelf nu Mr. Streetgasm in de Ferrari. Zullen we hem gaan proberen? Ja, man. Weet jij hoe lang het geleden is, die Porsche 997 Turbo? 5 jaar, langer denk ik. Langer denk ik, ja. Want dat was een 997 Turbo handgeschakeld. Wat kwam daarna? Even denken, maat. Volgens mij kwam toen die GTR. Ja, Nissan GTR. Ja, daarna die R8. Ja. Daarna de GT3. Toen de GT3 RS. Ja. En toen deze. En toen de Ferrari. Ja. En toen je die GT3 RS verkocht. Dat klinkt wel moeilijk hard trouwens. Hoe gaan we die uitzetten? Dus... Ja, anders kunnen jullie ons echt niet meer verstaan. Dan ga je een Porsche GT3 RS verkopen. En dan ga je een andere auto terugkopen. En waarom kom je dan op een Ferrari 488 GTB uit? Dat is eigenlijk... die GT3 RS was eigenlijk compleet. Dat is eigenlijk mijn droomauto. Ja. Nog steeds. Beetje circuitauto voor elke dag? Ja, nog steeds. En qua looks vind ik nog steeds een van de mooiste auto's die er is. Ja. Dus eigenlijk wilde ik niks anders. Maar ja, ik had er inmiddels 2 keer de rally mee gereden. Voor de mensen die jou niet kennen, jij organiseert rallies. Ja. Voor mensen met hele bijzondere auto's. Jij brengt eigenlijk mensen met een passie voor auto's samen. En daar ben je zo succesvol in geworden dat je zelf in zo'n auto kan gaan rijden uiteindelijk. Ja, eigenlijk is dat wel een korte bocht de paal, ja. Nou heb je mij ook wel eens een keer verteld dat het ook een soort onderdeel van je businessplan is. Dat je zelf zo'n auto hebt, is niet alleen maar omdat je het natuurlijk super gaaf vindt. Maar het moet eigenlijk gewoon bijna, hè? Ja. Als ondernemer in deze scene moet je gewoon zelf zo'n auto hebben. Ja, ik heb natuurlijk een autoclub. Ja. Voor supercar-eigenaren. Ja. Als je dan zelf in een Fiat Uno rijdt. Ja. Dan klopt het niet helemaal. Nee. Dus, en zo is ook uiteindelijk met de Streetgasm 2000 natuurlijk, met de grote rally waar het allemaal mee begon, is eigenlijk naar een hoger niveau gegaan op het moment dat ik toen die Porsche kocht, die jij toen gefilmd hebt. Ja. Dus dat is wel mooi. En dan heb je dus een Ferrari en dat verdient zichzelf terug omdat je zo'n auto hebt. Ja, top. Maar dan heb je 2 keer met die GT3 RS die rally gereden. Ja. En dan gaat het kriebelen, want je bent een autojongen en dan wil je gewoon wat anders hebben. Ja, en mensen verwachten dat ook wel soort van van je, weet je wel. Het is heel gek, maar dat zit misschien ook in je hoofd. Ja. Maar ja, weet je, je bent toch de leader, dus ze verwachten ieder jaar een ander thema, een andere rap. Maar ja. Eigenlijk deed ik altijd maar 1 jaar met mijn sportauto. En dan deed ik de volgende rally, had ik weer een nieuwe. Ja. Maar de volgende Streetgasm 2000. En nu had ik al 2 keer mee gedaan. Dus ik dacht, ja shit man, wat moet ik nou? Maar ja, ga er dan maar eens aan. Ja. Als je een GT3 moet vervangen, GT3 RS. Ja, want het moet sneller zijn natuurlijk. Ja. Mooier. Het moet meer herrie maken. Ja.
Nou, daarom heb je die Akrapovic uit laten ronden gezet natuurlijk. Ja. Hij moet bredere heupen hebben. Dikkere billen. Man. Ja. Vet hoor. Ja man. Ja, en wat staat er nog op het programma? Ga je nog iets doen aan deze auto? Ja, hij is nu verlaagd dan en die AK erop. Ja. Er komen nu nog wielen aan. Die komen voor een maandje denk ik binnen. Vet. Dus dan wordt nog even weer iets gekker. Er komt een tunneltje aan, hè. Lekker. Ja. Dus, hoeveel pk heeft deze auto? Hij heeft 674 standaard. Ja. En met die Akrapovic claimen ze dat er standaard al gelijk zo'n 24 pk bij komt. Ja. En je kan hem dan nog chippen zelfs, maar dat is eigenlijk niet eens nodig. Nee. Dus hij zal nu rond de 700 pk zitten. Snel genoeg dit. Ja. Oh. Ja, dat is top. Even muziek maken. Dit is wel een beetje zeg maar de supercar die dat tuning gevoel geeft, hè? Qua boost. Ja, door die turbo's. Oh. Ja, lekker. Lekker. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er helemaal niet gewend ben om aan deze kant in de auto te zitten. Dus ik stel voor dat we jou lekker naar buiten gaan sturen. Ga jij je werk doen? Gaan wij eens even met die Ferrari op pad. Ja, leuk man. Ik ben benieuwd wat je... Ja, 670 pk dus ongeveer. Akrapovic erbij, bijna 700 pk. Dan moet je even alles goed instellen. Dus dan zetten we de Ferrari niet op automatisch, maar we schakelen lekker met de flippers aan het stuurwiel. Maurice is inmiddels weer aan het werk. Die is druk bezig met het organiseren van alle events. Ja, en wij gaan dus op pad met zijn Ferrari 488 GTB. Ik heb hier een knop op mijn stuur, dat noemen ze de Manettino van Ferrari. Die kennen we natuurlijk allemaal. Het regent buiten, dus je zou zeggen we zetten hem in wet. Dan is hij lekker voorzichtig. Dan glijdt hij niet. Heeft hij zoveel mogelijk grip? Nee, wat doen wij? We drukken hem in race, CT off. En we gaan eens even kijken wat dat dan allemaal doet. 700 pk. Oh, oh, lekker. Ja, en dan zie je, dan wil zo'n Ferrari alleen maar dwars. Dus ja, CT off lijkt me niet handig. Race is prima. 700 pk. Een Ferrari met 700 pk, een middenmotor en turbo's. Ja, dit is... Oh, daar word je gewoon helemaal warm van. Ik heb ook mijn vest uitgetrokken en we zijn lekker aan de haal gegaan met die Ferrari. In de kleur geel komt die ontzettend lekker uit. Die zwarte wielen staan hem dan goed en... Ja, dan rij je in zo'n auto en dan moet ik wederom zeggen, dit is zo mijn ding. We hebben een knopje hier, we hebben hier een kastje. Dat is van het uitlaatsysteem. Drukken we op sport, klinkt die lekker hard. Maar echt gas geven is heel erg moeilijk op dit moment hoor. Want ja, we staan op het punt om de snelweg op te gaan, maar hij heeft echt heel erg weinig grip. Maar dat maakt het ook wel weer spannend. Moet ik heel eerlijk zeggen, dat rijden met een Ferrari in de regen heeft gewoon iets spannends. En dan zeker deze versie, die zoveel power heeft, zoveel kracht, standaard 760 Nm. En dan... Een opdraaitje op de snelweg en dan weet je dat je die auto niet tot het maximale kan rijden. En dat is nou precies het leuke aan de Ferrari 488 GTB. Hij heeft zoveel kracht en zoveel potentie om hard te gaan. Dat dit een auto is die jou echt de klappen van de zweep leert. En derde versnelling. Dan rustig in die toeren klimmen. Want als je dat te agressief doet, dan schakel ik nu even terug. Tweede versnelling. En dan is het gewoon zwepen. Dan geeft die auto zoveel kracht op die achterwielen en dan krijg je een klap van achter. Dan moet je serieus bij de les zijn, want
ja, dit is niet niks. Dit is gewoon een ware supercar. En als je dan dat vermogen rustig laat komen, valt er ook in de regen prima mee te rijden. Als je maar weet wat je doet. Heb ik redelijk wat ervaring met auto's. Maurice ook, dus wij zijn wel de mannen die dit soort auto's kunnen gaan besturen. Dan moet ik wel zeggen, in de zomer, als het wegdek warm is en er is geen regen, komt zo'n auto veel beter tot zijn recht. Kun je er veel meer uithalen, maar de beleving in de regen is des te groter. En ja, dan dat verhaal van die jongen die als jonge ondernemer zijn droomauto koopt, een Ferrari. Want heel eerlijk, ja, dat willen we toch allemaal. Ja, is toch wel mooi, hè. Begonnen met straatracen bij de McDonald's en uiteindelijk een club bij elkaar weten te krijgen van mannen die dit soort auto's rijden. De Ferrari 488 GTB staat nu in zijn eigen garage. En daar kan de jongen niet anders dan enorm trots op zijn. Dikke shout-out naar Mr. Streetgasm, de eigenaar van dit voertuig. Dit was de Supercar Monday aflevering van deze week. Volgende week wederom een vette machine. Ik zeg, let's go!